Yo Jongens, toch kijken deze video. Mijn naam is Wesley van westboy 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe FIFA 23 FC Volendam Career Mode. En we hebben deze aflevering nog de vriendschappelijke wedstrijden. Of ja, met Volendam. En er, gaan, uh, ja, er gaat een verdediger bij komen. Ik zei het al, ik heb mijn eigen suggestie uh, uh, gehaald. Dat is wel een dure aankoop. Dus ik denk dat we niet meer, niet zoveel geld hebben. Of, of moeten we moeten wat spelers verkopen, dan hebben we wel wat geld. Ook om de contracten te verlengen van de spelers die ik wil verlengen. Um, maar er gaat een verdediger bij komen. Het is officieel een centrale, centrale verdedigende middenvelder. Maar we gaan hem er een CV van maken. Dat hebben we al eens eerder gedaan. In een andere career mode. Bij Feyenoord. En nu gaan we dat weer doen hier bij Volendam. Het is voor hem wel een stap. Ja, hij, is, hij is richting het einde van zijn carrière. Hij heeft ook nog bij Feyenoord gespeeld een aantal jaar geleden dus uh, Maar goed, we gaan dus ja, een oude rots uh, die, dus het ploeg op, die de ploeg op sleeptouw gaat nemen. Daar had hij er toch wel een van, want hij wordt de vaste basisspeler en wordt ook tevens de aanvoerder van FC Volendam. Uh, hier zagen jullie mij wat jongere spelers toevoegen aan de selectie. Of toevoegen aan de selectie, toevoegen aan mijn lijst, zeg maar. Trouwens, voor de mensen die nieuw zijn en geabonneerd hebben, super bedankt. En er was één reactie achtergelaten. Uh, koop uh, uh, dus, uh, Regier, als ik het goed uitspreek, van Ajax. Of Leen, Regier. Uh, nou, die zit niet in deze video. Heb ik nog niet naar gekeken, maar ik ga in de volgende video ga ik hem even bekijken en kijken of die wat bij of, of die bij volendam past. Hier heb ik wat jongere spelers toegevoegd aan de selectie, ook een verdediger, maar ja, niet echt op het eerste gezicht wat, ja, wat ik uh, ja, wat ik wou ook een paar aanvallers. Nou, deze gaat niet. Zie je weer een aanval van Feyenoord, maar. We hebben hier een oud-fijnorde waar ik het dus net over had: Leroy Fer, En ik ga hem proberen te halen naar FC Volendam. Lukt dat? Dan is hij onze uh, tweede aankoop, volgens mij. Naast, nee, derde aankoop naast Vermeer en Thomas. En gaan we dan Leroy Fer binnen kunnen halen? Dat dus vind ik wel te veel geld. Dus ik zou zeggen 1,5, 1,6. En met 1,6 uh, gaan ze niet akkoord. 1,7, nou, dat accepteer ik dan. Dus we gaan de contractonderhandelingen starten met Leroy Fer. En uh, ja, hopen dat we daar uitkomen, zo ja. Dan we volgens mij helemaal geen geld meer mochten we daar uitkomen. Uh, cruciale rol voor hem natuurlijk. Uh, vijf jaar, dat doet hij sowieso niet. Hij wil een jaar, nou, dan maak ik er twee jaar van. Dan gaat Leroy mee akkoord. Geen afkoop en dan is dit dus te veel. Sowieso de bonus moeten we weghalen. En dan moeten we het salaris toch wat aanpassen hier ook. Ja, het is even puzzelen nu, want niet, ja, we ja, weten natuurlijk niet hoe ver we kunnen. Van als salaris, maar tekenbonus is best veel. Um, tekenbonus, maakt daar dan ja, dit van, 36. Het blijft op 66. Tekenbonus op 45. En dan de salaris op dit. En dan hebben we dus helemaal we hebben nog maar 8 euro over. Maar hij is wel binnen. Dan hebben we dus onze nieuwe Ja, basisspeler binnen. En we gaan zeker wel een speler verkopen. Dus we krijgen, wel heel, we krijgen wel weer wat geld binnen. Dus niet zo dat we nu opeens failliet zijn. We krijgen. Wel weer geld, want we gaan een speler verkopen. Maar hier zien we Leroy Ver. De nieuwe man. Hier zien we Ryan Thomas onder andere. Die hem uh, ja, begroet in de trainingshome van FC Volendam. En hij gaat kennis maken met zijn teamgenoten. Zijn nieuwe teamgenoten. De nieuwe aanvoerder van Volendam. Dat is uh, Leroy Ver. En we gaan uh, zien hoe hij dit gaat doen. Dus in eerste wedstrijd gaat hij zeker spelen. We hebben tegen een Bolton de wedstrijd. Die gaat hij gelijk starten als aanvoerder. Het is natuurlijk een hele goede transfer. Hier zien we het ook maar weer eens aan de aan de beoordeling. We hebben een A. Dat is een perfecte uitstekende deal Leroy Fair. En zo gaat hij dus die plaats innemen in centraal achterin. Hij heeft dus helemaal geen geld meer. Maar ik zei het al. We gaan het spelen verkopen. Dus we krijgen het geld alweer zeker binnen. Stankovic is een geleende doelman. Dat was, dat was ik heel even vergeten. Nou, deze zetten we op de transferlijst. Deze doelman zetten we op de transferlijst. Murkin niet. Die gaan we verlengen als het zover kan. Flint zit ik op de transferlijst. Uh, Benemar zit ik op de transferlijst. Deze ga ik verlengen. Deze is ook de koop. Plat hebben we nog. Buur. Dauri verleng ik als het kan. Nor en Thomas hebben we de Ritt, op de leenlijst. Antonucci is uitgeleend, is officieel van Feyenoord. Uh, deze, ja, van Michem gaan we zo even verlengen als het uitkomt. Veerman op de transferlijst. Muren laat ik staan en Zeewuik op de leenlijst. Uh, dat is voor nu. Met natuurlijk onze jeugdspits nog, Simon. Maar dat is onze vaste basisspeler. Dus die gaat niet, gaat niet verkocht worden. We gaan hem dus een ontwikkelingsplan van maken voor Leroy Fer. Dat hij naar Centraal Verdediger gaat. En dat duurt twee weken, dus dat valt mee. Dus uh, dat kunnen we zeker dus uh, doen. Maar uh, ja, we gaan de beste spelen nu tegen uh, Bulton. Of ja, hoe je het ook maar uitspreekt deze Engelse tegenstander. Uh, niet voordat we natuurlijk Fer in de basis gezet hebben. Leroy Fer, Centraal achterin naast uh, Benemar. En Fer wordt ook tevens nu gelijk de aanvoerder van dit FC Volendam. We gaan het zien hoe hij zijn eerste wedstrijd gaat spelen. De eerste wedstrijd voor hem is tegen deze ja, Engelse club. dus. En die Engelse club komt voor het eerst uit. We krijgen hier ja, ja, die uh, dingen die. Uh, dat, uh, dat je Paas over de grond neemt, een goed schot, standaard tackle, dat soort dingen. Maar dat gaat, uh, heb ik uitgezet vanaf de volgende wedstrijd. Dus uh, dat, uh, dat moeten moet jullie nu even voor lief nemen. Maar vanaf de volgende wedstrijd staat dat uit. En zien jullie dat dus niet meer boven in het scherm staan. Dus hier 0-0. Uh, van het Damp krijgt de ingooi. Hierboven voor Antonucci, Aiting en Murkin. Ja, morgen hebben jullie trouwens een spelersquery mode. En dat is met een eigen speler. Dus wel gewoon, ik zei dat ik uh, een bestaande speler zou doen. Maar ik dacht, weet je. Ik doe gewoon een, uh, ja, een zelfmakende speler. Dus uh, ik heb mijn eigen weer gemaakt in FIFA. Er zit ook weer hele mooie uh, ja, filmpjes tussendoor in. Vandaar, dat heb je niet als je een bestaande speler kiest. Dus vandaar dat ik dat dus gewoon zo gedaan heb. Gewoon een speler aangemaakt. En dus uh, ja. Met hem de top in. En uh, bij welke club het is. Houd nog even spannend. Dat zien jullie morgen of misschien vanmiddag al op mijn Instagram uh, verhaal of hier op mijn community uh, lijn op YouTube. Het is de voorsprong voor Bulton. En zo staan we dus achter na 30 minuten. Bulton. En dan uh, moeten we hopen dat wij uh, ja. Een gelijkmaker kunnen binnenschieten. Komt dan een goede voorzet uit? Moeten we een speler vrij lopen. Dat gebeurt niet. Maar misschien dan een goed schot? Ja, prachtig gedaan. En het is de 1-1. En het is volgens mij van Michum die hem doet, die hem scoort. En het is de gelijkmaker van de FC Volendam Perfect binnengeschoten. Het is inderdaad van Michum die het mag doen. En de voorsprong niet, maar de gelijkmaker wel. 1-1. Shehen. Aiting. Goede paas. van Aiting van Michum. Miguel we, we moet nu zijn voorzet geven. Dat doet hij ook. En de bal wordt weggehaald. Williams. Dempsey. Boetvarsson. Het is nu uh, Bolton met het balbezit. Dat is een goede onderschepping. Opnieuw de tackle. balbezit blijft voor uh, Bolton. Zo vlak voor Rus. Nog steeds de gelijke stand. 1-1. Charles. Oppassen nu voor Volendam. Verdedigers weten even niet hoe ze moeten staan. Jeroi moet even zijn uh, centraal verdediging goed klaarzetten. Nou, nu, nu komt hij zelf goed tussen. -Fair, maar de bal blijft voor Bolton. 40ste minuut. Nu weghalen we door uh, Beniassi. Goede paas, Simon. Komt misschien de cel uh, countermogelijkheid voor Volendam. Van Michem is op snelheid op de flank. Van Michem moet een voorzet geven. Hij geeft de voorzet van Michem. En de kans en de voorsprong. Het is uh, Benicia die scoort. Het is de 2-1 voor Volendam. Zo vlak voor ons komen we voorsprong. En is het Van Mieghem die dat doet. Niet Van Mieghem, de voorzitter van Van Mieghem. En uh, Mar of ja, men heeft even die naam vergeten, die uiteindelijk de bal binnenschiet. En zo is het de 2-1 voor Volendam. Ondertussen de tweede helft, maar nog steeds tussen 2-1. En hier proberen we de bal een beetje ja, spelenderwijs weg te houden. Maar dat gelukt niet, want het is uiteindelijk het, het doelpunt van Bolton. Het is een ongelofelijke fout achterin. En dan is het dus de... De 2-2. En dan staat het weer gelijk. En dan kan, het hard, dan kan het snel lopen. Door een fout achterin met Volendam is het de 2-2. Williams. Ierdelen. Het is uh, Bolton die nou een beetje de bal rondtikkend uh, verder probeert te krijgen. Het is een uh, zorgige paas. En een ingooi voor Volendam. Tussen uh, nog 20 minuten te gaan. Volendam in de aanval. Old Chahik. Of wat cheek, hoe ik het ook wil zeggen. Hij komt wel met zijn kans en hij komt ook met zijn doelpunt. Het is de 3-2 van Volendam. En het is de man met de moeilijke naam die hem scoort. 3-2. Perfect gedaan. En de voorsprong staat weer. maar Thomas aan de kant. Twicht voor hem binnen de lijnen. Hier zien we Ryan Thomas eruit. En Twicht die erin komt. Eerst was het natuurlijk voorhandig idee om Thomas aanvoeren te maken. Maar dat ver. Toch besloten heeft om naar Volendam te komen. Is hij nu de eerste aanvoerder gemaakt? Thomas zou de tweede aanvoerder gaan worden. Sinds dus doe het ook in twee wedstrijden van Old Jack. Of Tjaik, Ja, van hem dus in ieder geval. Kort nog te gaan. Iting. Dus een goede paas op Simon. De man die de vorige wedstrijd ook wist te scoren. Simon, doet hij het nou weer? Nee, ja, toch wel. In de kluts gaat hij erin. 4-2 voor Volendam. En het is uh, Lucas Simon die het doet. Perfect gedaan door de jeugdtalent bij Volendam. De jeugd uitgebroken en nu dus basisspeler bij Volendam. De extra tijd is ingegaan. De extra tijd waar het nog steeds 4-2 staat. Stankovic met de doeltrap, of de uittrap, of het zo. Ja, de extra tijd zit erop. Komt er dan nog een uh, 5-2 aan van afstand? Nou, in de handen van de doelman. En er zit de zitte wedstrijd erop. Hebben we dus met 4-2 gewonnen van Bolton de laatste wedstrijd gaan wij simuleren in dit verschabbak toernooi. Daar hebben wij dus uh, daarna de volgende wedstrijd, de volgende aflevering, de eerste, uh, eerste Eredivisie wedstrijd met Volendam. En we gaan hopen op natuurlijk een goede start in de Eredivisie. Dat is iets voor de, ja, voor de volgende aflevering die is dan even, ik weet het schema niet. helemaal. kijken. Maandag dinsdag woensdag hebben wij dan de Final Cup mode, donderdag, vrijdag, zaterdag. Oh ja, dus donderdag hebben jullie weer de Volendam Career mode. Dus uh, dan, kun je, dan gaan we dan kijken wat die eerste Eredivisie wedstrijd gaat worden. Morgen dus spelers mode. En maandag beginnen wij met de Feyenoord Queer mode. Even kijken. Door naar de wedstrijd. De trainingsdag. Ja, ik heb, iets, ik heb het gevonden hoe ik de trainingsdag uh, gewoon automatisch kan laten simuleren. Maar nu is het elke keer wel een geknoei om hem uh, elke keer met, een, uh, met die Griekse uien uh, door, door te simuleren. Hier kunnen deze, mensen, zo, deze wedstrijd nu ook Tweeën winst. Kijk, Antonucci en Simon met hun doelpunten en zo staat dus uh, ook een uh, overwinning. En dan gaan we het goed gevoel dus naar hier. Deze speler die gaan we verkopen. Dan hebben we dus weer wat geld. Het is wel een stalen verdediger waar we het dus tekort op hadden, maar we gaan het wel accepteren en ze gaan dus ook zo meteen de deur uit zien lopen. Ook een nieuw uh, dingetje in FIFA. Spelers hier binnenkomen en spelers hier de deur uit lopen. En daar zijn hij dus uh, er één van zometeen. Even kijken hoor. Daar is het tegen Goet, dus tegen Goed is de eerste wedstrijd. Hier zien we hem. Hij loopt de deur uit. Wanneer nemen maar afscheid van deze centrale verdediger. Van Bronckhorst loopt erachter. Met onze. Ja, het is het. Ook diegene die bij de club zit. Bij elke club hetzelfde. Dat is wel apart natuurlijk. Misschien dat ze dat ook nog kunnen veranderen in FIFA. En ook qua. Uh, ja, dit kantoor. Ja, ik weet zeker, S.V. Dam hebben misschien niet zo'n groot kantoor. Dit is precies hetzelfde als. Feyenoord of Man United. Of ik veel. Dus daar kunnen ze misschien wel over gaan doen. Wat dan doen? Dat is mijn optie. Mijn idee. En dezelfde jongen achter de balie bij elke club. Dus hij heeft veel banen in ieder geval. Maar goed, hij is verkocht aan FC Lourins. Lucern, sorry, FC Lucern. Moet ik het wel goed zeggen. Het is een redelijke deal geweest. En we gaan. Ja, door naar de wedstrijd tegen Goethe. Die is dus voor de volgende aflevering de eerste eredivisiewedstrijd. We gaan natuurlijk hopen dat we die goed kunnen afsluiten. En dat we met een goed gevoel. Naar uh, ja, Met een goed gevoel. De eerste wedstrijd kunnen gaan winnen. We gaan verder. Steeds beetje bij beetje gaan wij verder. En de wedstrijd tegen Goethe dus is dus voor de volgende aflevering. We gaan de persconferentie in. En het eigenlijk dezelfde persconferentie hetzelfde als we uh, het altijd hadden bij de voorgaande FIFA's. Aanvoeren nou dat blijft gewoon leroy fair. Maar goed, we gaan dus uh, de video afsluiten. Morgen hebben jullie dus de speler Square mode en dan zeg ik bedankt voor het kijken. heb ik de demo's gedaan. En dan uh, zeg ik zoals altijd, en zoals nu later.